Hallo beste kijkers en welkom weer bij een vlog, althans vlog, een sportvlog als het ware. Ik ga jullie uitleg geven met bepaalde oefeningen voor je, in dit geval de bicep. En dan ga ik jullie uitleggen hoe jullie dat moeten doen. Nou, allereerst doen we de bicep curl. Dat is voor de, ja, voor de bicep, voor de binnen- en buitenkant. En dat doe je op deze manier. En het beste is ook om je lichaam gewoon stil te houden. En meer is niet altijd beter. Dus gewoon rustig en eventjes vasthouden boven. Een seconde zo. Sommigen doen het 2 seconden. En vervolgens doe je dat 8 tot 10 keer. En dan zit je nou op de 6. 7. 7. En 8. Oh ja jongens, wat heel belangrijk is, 3 sets van 8 herhalingen doen in ieder geval. Ik zelf doe altijd 4 sets 8 herhalingen. Ik vind het beter. Waarom ik het beter vind, I don't know. Het is gewoon net even een tandje extra. Voor de bicep gebruiken we 4 verschillende oefeningen. En soms, als je echt nog power hebt, moet je een volgooi oefening doen. En dan begin je zeg maar gewoon de normale curl, zeg maar, met de stang bij de kabel, bij het kabelsysteem. En dan, dat zal ik jullie uitleggen dan natuurlijk, in de filmpjes. En dan begin je bij 50 lbs, dus 50 pond. Meestal staat het aangegeven in pond of lbs, zeg maar. Dan begin je bij de 50 en dan doe je 10 keer 50, 10 keer 40, 10 keer 20, 10 keer 10. Even kijken, en dan heb je als goed zo'n 0 punt of zo. Nou, in ieder geval de laatste die er nog is, die doe je dan 30 keer. Nou, dan zit je echt vol en voel je hem heel goed. Nou ja, dit was dus de tip van deze keer. Dit is mijn eerste filmpje trouwens. Ja, ik zal nog een betere uitleg gaan geven. Althans, betere uitleg. Ik bedoel, hiervoor heb ik nog een voorstellingsfilmpje gemaakt. Die zullen jullie als eerste gaan zien. Dus ik ga lekker eten. Bedankt voor het kijken naar een filmpje over de bicep curl. En ik zeg tot de volgende keer.